Zijn leven lang maakte Gerton Govers uit Tilburg muziek in allerlei bandjes. Vorig jaar werd bekend dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij heeft kanker. Gerton is 51 jaar, echtgenoot en vader van 4 kinderen. Zijn muzikale vrienden laten hem niet in de steek. Ze maakten een LP waarmee ze hem en zijn gezin financieel willen steunen. Hey, je hebt hem nog niet gezien, hè? Nee. Verdomme. Ja, ik weet al een beetje hoe hij eruit ziet. Vet man. Hey. Nice. Ja, echt gewoon zoveel liefde. Dat is echt gewoon gaaf. Dan mensen die dat allemaal gewoon doen, zeg maar. En dat ontroert mij dan. Ja, je wil gewoon iets doen. En om het probleem op te lossen, ja, dat lukt niet. Dus dan ga je gewoon doen waar je goed in bent. En dat is dit. Met zijn band The Light Brigade maakte Gerton meerdere LP's en CD's. Zijn vrienden hebben de mooiste liedjes nu bij elkaar gebracht op LP. Het is een van de beste releases waar ik ooit aan heb meegewerkt. En om, ja, met zo'n beetje de beste nummers die ik ken van een vriend. Dus dat is, het doet heel veel. Ik weet het ook niet of je dan moet spreken van een legacy of zo. Of dingen die je achterlaat. Ik weet ook niet. Maar het zou, ja, het zou wel gaaf zijn als mijn kinderen dit ooit draaien. Hoi. Oh, dit is wat papa deed. Turn away from those dat ze weten dat, dat dit ook een deel was van mij, zeg maar. Dat zou gaaf zijn. Nothing to live for now.